Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is afgelopen maandag de nieuwe raad van toezicht van het Bauxiet Instituut Suriname geïnstalleerd. Deze is benoemd voor een periode van 3 jaar en bestaat uit 7 raadsleden met als voorzitter Anuradha Monoret. De raad moet toezien op de uitvoering en naleving van het beleid van het instituut, conform de taakstellingen en statuten. Eveneens zal de raad toezien op het totaal bauxiet gebeuren in Suriname en treedt hij adviserend op naar de regering en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De directie van het ministerie van AWJ heeft vorige week haar inzichten met betrekking tot arbeidsvraagstukken in relatie tot herziening van de mijnbouwwetgeving gedeeld met de consultant Abderrahman El Hashem. Hij is door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen aangetrokken om de mijnbouwwetgeving in ons land te herzien. De consultant achtte het nodig om AWJ te consulteren met betrekking tot vooral veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers binnen de sector mijnbouw. Het ministerie van OW heeft reeds in oktober 2022 middels een pilotproject de aanzet gegeven voor een inventarisatie van verwaarloze percelen en gebouwen alsmede het achterhalen van de rechthebbenden ter oproeping. In dat kader is er afgelopen maandag een werkgroep Verbetering Veiligheid en Leefmilieu Woonwijken ingesteld voor de duur van 1 jaar. Deze werkgroep wordt belast met het vaststellen van de te volgen procedure op basis van het domeindecreet om onbeheerde en kennelijk verlaten gronden te brengen in de boezem van de staat Suriname.